In Eindhoven staat een demonstratiewoning van Stichting Smart Homes. Hier is te zien wat er vandaag de dag mogelijk is op het gebied van slim wonen en domotica. Domotica is het automatiseren van een woning om het comfort en het gemak te verhogen. Domotica helpt u om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Alles wat hier in de woning is, is vandaag de dag ook verkrijgbaar op de markt. Dat is een voorwaarde voor alle techniek die in de woning komt. Het leuke ervan is dat alles hier samenwerkt in de woning. En bijvoorbeeld daardoor kan je dingen gaan doen zoals, hè, je komt je huis binnen en automatisch gaan je gordijnen open. Je verlichting gaat naar de bepaalde stand waarop je dat wil. En het huis wordt eigenlijk voor jou in een bepaalde, ja, comfortstand gebracht. Ook op het moment dat je gaat slapen, je doet één druk op de knop en vervolgens gaat het huis eigenlijk uit en kan je rustig gaan slapen zonder dat je zelf nog over dingen na hoeft te denken. Dus dan heb ik de tv wel uitgezet of de waterkoker. Dat soort dingen gaan dan allemaal vanzelf bijvoorbeeld uit. Ja, dat zijn allemaal dingen die u zelf kan doen. Zelf op een knop drukken en volgt er actie. Maar het huis kan ook zelf acties ondernemen afhankelijk van wat u doet. Bijvoorbeeld als u uit bed stapt 's nachts, dan maakt het huis voor u een groen licht richting de badkamer. Een soort van nachtrouteverlichting dat u ziet waar u naartoe loopt. En op die manier kan u gewoon makkelijk naar het toilet lopen zonder over dingen te struikelen. En dat licht is groen omdat groen licht eigenlijk het nachtritme niet beïnvloedt. Dus ook over dat soort dingen zijn dan binnen zo'n woning nagedacht. Gedurende de dag kan er natuurlijk van alles gebeuren. En bijvoorbeeld op het moment dat er iemand voor de deur staat, dan kan het huis u signaleren, bijvoorbeeld met lichtsignalen, geluid, om te laten zien van, hey, er staat iemand voor de deur. U kunt op uw scherm kunt u kijken wie er voor de deur staat. U kunt de deur daarvan uit openen, of misschien wel niet. En op die manier kan je ook heel makkelijk met het huis interactie hebben, zodat het huis ook echt dingen gaat doen die je op dat moment wil. Naast dat we hier dingen laten zien die vandaag de dag dus ook echt mogelijk zijn, doen we ook veel onderzoek om te kijken van wat kan er nou de komende jaren en waar hebben mensen behoefte aan. We zijn bijvoorbeeld bezig met een stukje robotonderzoek om te laten zien van wat kunnen we met robots doen, met apparaten die rondlopen in huis en die mensen kunnen helpen. Nou, dat klinkt gelijk heel erg futuristisch. En we kijken ook naar makkelijkere dingen, zoals bijvoorbeeld wat doet iemand in zo'n huis en hoe vult iemand zijn dag in. En ook als daar veranderingen in optreden, dan kan je daar hele handige signalen uit gaan halen. Bijvoorbeeld, iemand gaat minder snel lopen. Iemand wordt een beetje depressief. Iemand komt zijn bed niet meer uit op tijd. Iemand zijn dag- en nachtritme wordt slechter. En dat soort signalen eigenlijk kunnen heel belangrijk zijn om ook te gaan bepalen wat we voor zo'n persoon moeten gaan doen en wat we kunnen doen. Het is heel moeilijk om een tijdspad te gaan geven. Ik heb een jaar of 10 geleden zelf gezegd, over 5 jaar dan kent iedereen domotica en woningautomatisering. Maar dat blijkt dus ook nog niet zo te zijn. We zien dat de bouwwereld er eigenlijk niet zo op ingesteld is om dit soort dingen te gaan doen, om aan te gaan bieden. De installateur is geen verkoper, dus die gaat niet naar de klant toe. Dus dat zijn allemaal dingen die je tegenhouden. Wat ik wel verwacht is dat vanuit de ICT-hoek, dus bijvoorbeeld de tablets en de telefoons, de smartphones en de aanbieders die in die hoek zitten, grote veranderingen zullen gaan zien die ook richting woningautomatisering gaan. En misschien gaat dat de markt nu wel triggeren.